Welkom. Wat we vandaag gaan doen is de fotosynthese. En voornamelijk Binas tabel 69a. Dus die kun je erbij nemen. En dan zie je bijna hetzelfde figuur als wat ik hier getekend heb. Ik heb hier een chloroplast getekend. Een bladgroenkorrel. Je weet, hè, dat is waar fotosynthese plaatsvindt. In een plant, in een cel. Goed onthouden waar we mee bezig zijn. In een plant, in een cel. En je zal zien dat een aantal van die dingen die we hier bij fotosynthese gaan bespreken, dat die ontzettend overeenkomen met de verbranding of de dissimulatie. Dus onthoud goed, waar ben je mee bezig? Ben je suiker aan het maken van CO2, fotosynthese, of ben je suiker aan het afbreken tot CO2, dan ben je met dissimulatie of verbranding bezig. Fotosynthese dus. Nou, waarom is die bladgroenkorrel, is die groen? Wit licht schijnt daarop, wit licht van de zon, groen licht wordt weer kaatst. Nou, wat weet je dan van die bladgroenkorrels? Dat hij dat groene licht niet gebruikt, dat weerkaatst hij. Al het andere absorbeert hij. En dat gebruikt hij dus om te zetten in chemische energie. Dus fotonen als energie wordt omgezet in chemische energie. En dat zijn een paar stappen. En uiteindelijk krijgen we daar suiker uit. Wit licht wordt groen licht. Waar wordt dat licht voor gebruikt? Nou, dat licht wordt gebruikt om water, H2O, te splitsen in zuurstof en waterstof. En die waterstof die wordt niet gesplitst in waterstof, de stof waterstof, maar in waterstofionen, H+-ionen dus. H2O, zuurstof komt eruit. Dat zuurstof dat heeft die plant maar in zeer beperkte mate nodig, dus dat laat hij gaan. Dat is een reststof en daar kunnen wij van profiteren. Dit heet de lichtreactie, wat hier plaatsvindt. Wat gebeurt er met die waterstof? Die wordt gekoppeld aan NADP+. NADP+ komt hier de lichtreactie in. Wordt gekoppeld aan de waterstofionen. Levert NADPH+H+ op. Bijna hetzelfde als dat NADH+H+ wat we in de dissimulatie hadden. Wat gebeurt er nog meer met die lichtenergie? Die lichtenergie wordt omgezet in chemische energie. Wordt ATP van ADP+. ADP+. Inorganisch fosfaat. Dus die worden aan elkaar gekoppeld tot ATP. Dus de lichtenergie wordt gebruikt om deze twee stoffen te maken. Die twee stoffen die gaan in een cyclus. De Kelvin-cyclus heet dat. Die Kelvin-cyclus die gebruikt deze stoffen op NADPH+A+ en ATP. Want hier komt namelijk weer NADP+ en ADP en inorganisch fosfaat uit. Nou, waar laten we die waterstof? Nou, die waterstof die wordt gekoppeld aan CO2 en levert een C3-suiker op. Uiteindelijk kan je door twee keer die cyclus doorlopen een C6-suiker. En dat is glucose C6H12. Dus die H's die komen van water, H12, O6. En die O's die komen weer hier vandaan, van CO2. En dat ATP, dat wordt weer verbroken tot ADP en inorganisch fosfaat. En waarom is dat? Nou, dit kost natuurlijk energie. CO2 koppelen aan waterstof en meerdere CO2-moleculen aan elkaar koppelen, ja, dat kost energie. En waar wordt die energie vandaan gehaald? Van die ATP. En waar had die ATP zijn energie vandaan gehaald? Van ons zonlicht. Ja, dus nou zijn we rond, dan hebben we water gesplitst in de lichtreactie, water gesplitst in zuurstof en H-atomen. Die H-atomen worden door NADP+, worden die doorgegeven van de lichtreactie naar de Kelvin-cyclus. Die Kelvin-cyclus die heeft energie in de vorm van ATP om CO2 aan elkaar te kunnen koppelen. En door een aantal maal die Kelvin-cyclus te doorlopen, kunnen we C3-suikers maken en die kunnen we weer aan elkaar knopen. En een plant die kan daar dus glucose van maken, maar die plant kan ook beslissen om daar aminozuren van te maken, om vetten. En die plant kan natuurlijk meerdere glucosemoleculen aan elkaar koppelen en dan krijg je zetmeel bijvoorbeeld. Ja. Dit is het overzicht. We gaan in verdere filmpjes gaan we in op die Kelvin-cyclus en we gaan op de lichtreactie verder in. Hier het overzicht van fotosynthese. Succes!